de Indiase president Ramnath Kovind ziet Suriname als een potentiële economische grootmacht in de regio. Hij denkt dat de agrarische sector ons land enorme mogelijkheden biedt. Kovind heeft vandaag op een buitengewone openbare vergadering van het parlement een uiteenzetting gegeven over de samenwerking tussen beide landen. De Indiase president beloofde de volle ondersteuning aan Suriname op agrarisch en technisch gebied. Similarly, as we attempt to diversify your economy, India offers to be a viable and reliable source of technology, finance, logistics and capacity building. As Suriname develops options for its people, please feel free to tap into our technologies and institutional models. Suriname is endowed with minerals, forests, fresh water, and vast stretches of arable land. There is no reason why it cannot become an economic powerhouse in the region. Healthcare is another area where India would like to expand its developmental collaboration with Suriname. We believe that access to affordable and effective healthcare is a universal right. Towards this national endeavor, our private sector companies have built considerable capacities to manufacture affordable generic drugs. Een van de grootste prioriteiten van de regering is te zorgen voor duurzame energie, zei president Bouterse in zijn toespraak. We zullen samenwerken met India en Frankrijk om vooral het binnenland te voorzien van deze nutsvoorziening, zegt de president. Een van de pijlers van het meerjarenontwikkelingsplan 2017-2021 van Suriname is een strategische benadering van milieu en hernieuwbare energie en het implementeren van hieraan gerelateerd beleid. In dit kader hebben wij ons verplicht het initiatief van de International Solar Alliance, ISA, te ondersteunen onder gezamenlijke voorzitterschap van India en Frankrijk. Ons geacht parlement onderstreept dit voornemen door de ratificatie van Suriname's toetreding tot deze organisatie, welke zeker vele mogelijkheden in het solar gebeuren met zich zal openen. Duurzame energievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het bewerkstelligen van sociaal-economische ontwikkeling. President Desiree Dolano Bouterse vandaag in het parlement. Hij sprak over enkele van de projecten die samen met India worden voorbereid. Het bezoek van de Indiase president wordt morgen afgesloten. Kovind brengt dan een bezoek aan Cuba.